Yo guys, Glass hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is het een soort van praatvideo of zo, I don't know. Maar zien dat ik die gisteren geüpload, is er niet van gekomen met oudjaar en zo. En ik dacht, ja, kan ik vandaag gelijk gewoon een betere video uploaden in plaats van een slechtere video, terwijl ik gewoon nog één dag ga wachten. Nu, zoals je ziet, ben ik naar de kapper geweest en dat is niet speciaal voor 2017. Ik moest naar de kapper gaan. Deze video ga ik wat praten tegen de webcam en ga ik straks laten zien hoe dat je samen met mij kunt opnemen, daar zat iedereen op te wachten, dat weet ik wel. In 2017 zal de content niet zo hard veranderen, maar het zal wel een beetje veranderen. Maar goed veranderen, goed. Ik kan natuurlijk de let's plays, ik ga de oude let's plays proberen afmaken. Half-Life komt terug, Pokémon Red gaat verder, Minecraft Story Mode komt ook terug. En de Outlast ga ik hopelijk kunnen afmaken, daar kan ik niks over zeggen, want mijn PC crasht altijd. Als ik in een bepaald stukje kom, deze week komt er ergens een maat en die gaat naar mijn PC kijken. Waarschijnlijk is er een stukje ramgeheugen kapot, maar daar ben ik niet zeker van, het kan ook aan de voeding liggen. Ja, je kent wel van die computerpraat, you know. 2017 gaat echt een speciaal jaar worden voor mij. Niet omdat ik zoveel video's ga uploaden en ook dit, dat en het ginste beloof en dat ik een nieuwe start ga nemen. Ik ga waarschijnlijk even lui zijn, zoals in 2016. En wel het, ja, I don't know, het zal zijn. En de meesten denken, oh, 17 jaar, dat is helemaal niks speciaal aan. Maar in mijn geval wel, want ik word in 2017 17 jaar op 17 maart. Dat is toch fucking cool, of niet? Dat gaat gewoon een harde verjaardag worden, gewoon puur omdat ik 17 jaar word op 17 maart van 2017. Ik bedoel, niet iedereen kan dat zeggen, hè? Ah ja, dat dacht ik ook. Wat er nog stond in de titel is, hoe je samen met mij kunt opnemen. Ik ga even switchen naar het beeldscherm. Oké, je zet nu dus op beeldscherm, zotte edit skills, I know. Maar wat ik vandaag ging tonen is hoe dat je samen met mij kunt opnemen. Ik voel me niet de big YouTuber of zo, maar ik krijg toch af en toe wel de vraag van, hey, zou ik iets willen opnemen? En meestal ben ik van, ja, ik zal u ooit wel eens een verzoek sturen of zo. Niet dat ik ooit iets, al iets heb gedaan, dus ik dacht, ik ga een oplossing zoeken. En ik heb een oplossing gevonden. Ah, soort van. Dus hier heb je mijn bureaublad, zoals ik al zei. En ik ga Discord eens openen. Oké, dus ik heb net mijn Discord geopend. Voor degenen die niet weten, what the fuck is Discord? Discord is eigenlijk net hetzelfde als Teamspeak en beter als Skype. En wat je moet doen, het is echt een goed programma. Je kunt gratis servers opzetten en zo. Ik ga eerst eens naar mijn internetbrowser gaan. En ik zal eens laten zien waar je het kunt downloaden. Voilà. Dus dit is de website discordapp.com. Je kunt dat ook op je tablet, ja, hier, voilà. Kunt je normaal gezien ook wel downloaden. Ik heb dat dus al gedaan. En wat je dan moet doen als je klaar bent, als je het hebt gedownload, dan opent het en dan zie je deze. Wel, wat je dan doet. Ik ga eerst nu een serverlink maken. Dus dit is bijvoorbeeld een invite link. En dan moet je aan mij vragen, hey, mag ik op uw Discord server? Dan ga ik hier alsjeblieft de link of mag ik iets met u opnemen? Dan kopieer ik deze link, want die link verandert altijd. En als je die link hebt, dan doe je dit. Add server, join the server. En doe je bijvoorbeeld dat. En dan kun je gewoon op mijn server komen. En dan komt je hierin terecht in Gletscher City en dan kun je iets praten met mij, kun je iets opnemen, kun je mij eens horen masturberen. Dus ja, ik ga deze video afsluiten. Morgen, deze week, komen er bijna allemaal video's aan over films. Je zult het allemaal wel zien, het wordt leuk. Vond je ze leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.